मुझे अपने दिल से उतरने दे। Inmiddels 16 minuten over 5, lieve mensen. En we hebben meneer Wilfred Leeuwen aan de lijn. En we gaan proberen tijd in te lopen door gelijk het gesprek met hem te voeren. We gaan hem in de uitzending halen. Meneer Leeuwen, goedemiddag. Welkom in de uitzending. Goedemiddag, meneer Carteram. Ja, fijn u. Ja, het is gelukt, want u zat in het verkeer vast, heb ik begrepen. Ja, ik zat even vast in het verkeer. Ja. Door de verkeersopstapping. Ja, aboeng, dat kan altijd gebeuren. We zijn blij dat u er bent. En dat we kunnen gaan praten, want we hebben een afspraak met elkaar. En we gaan een aantal issues doornemen. U heeft een prachtig artikel geschreven trouwens. Naar aanleiding van het vonnis van de rechter in Rotterdam. En met u hebben nog meerdere van uw collega's hoera geroepen. Prachtig, tenminste. Hun reactie is eensluidend. Hè? Dat ze blij zijn met het vonnis van de rechter. En daarmee hopende dat de president en andere politici in het land toch wel gaan beseffen dat ze geen God op aarde zijn. Mag ik het zo zeggen? Ja, maar het is een hoop hoor. Ik denk dat er bij de hoop, naast de hoop van ons ook wel actie nodig is. Maar laten we het voor voorlopig hoop noemen. Ja, want toch wel vossen blijven vossen. En kennelijk is het moeilijk hen in hun gedrag te temmen, hè? En dus misschien is dit vonnis nu even een momentum van dat ze zich gaan inbinden, maar wellicht dat ze uiteindelijk in de toekomst weer vervallen in het oude gedrag, meneer Leeuwen. Maar goed, het vonnis spreekt voor zich. En het is niet alleen maar voor de president, denk ik, toch wel een eye-opener. Een moment van confrontatie, van u bent maar een mens, u kiest voor een bepaalde rol. En accepteer dat als je voor die rol gaat, dat je dan ook kritiek te dulden moet hebben. En dat was tot nu toe niet het geval. En ook voor de rechtspraak, hè, het Openbaar Ministerie en de rechters, dat die ook toch wel dit vonnis een ondersteuning moeten zien in de rechtspraak in de toekomst, wanneer soortgelijke gevallen bij hen voorgelegd worden. U bent hoopvol gestemd. Denkt u dat hiermee er een markering is en een omslag komt in de wijze waarop het vrije woord, de pers, de mediahuizen ook door de politiek bejegend zullen worden? Nou, dus het vonnis van de voorzieningenrechter is voor ons in die mate belangrijk dat we eigenlijk een belangrijke jurisprudentie hebben als het gaat om rechtsontwikkeling. Ja. En het is natuurlijk een vonnis dat geweest is in Nederland, maar aangezien in onze rechtspraak in Suriname vaak wel een jurisprudentie wordt aangehaald vanuit de Hoge Raad. Ja. En het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, het Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens, denken we dat dit een belangrijke jurisprudentie is voor de rechtsontwikkeling in Suriname. Ja. Hoe om te gaan met vrije meningsuiting, maar ook de plek die vrije meningsuiting, persvrijheid hebben in de democratie. En dan maak ik niet uit welk land. Dus in die mate is het voor ons een heel belangrijke jurisprudentie die is geslagen door de voorzieningenrechter in Nederland. En wij hopen, maar naast hopen, gaan wij ook proberen om verder hierop te bouwen, dat binnen die rechtspraakontwikkeling, rechtsontwikkeling in Suriname, dat we ook gaan werken aan het verwijderen van defamations, noemen we dat. Ja. Dat zijn defamations of melkkorf, beter gezegd, in ons rechtssysteem, die belemmerend werken naar die persvrijheid en die vrije meningsuiting. Dus dit is een hoop. En tegen betere weten in weten we dat die hoop eigenlijk zonder wat meer actie niks zal maken bij de overheid. En dat we dus wel verder op moeten gaan bouwen. Laten we inderdaad hopen dat met deze uitspraak mensen getriggerd gaan worden om wat betreft die persvrijheid en de vrije meningsuiting van elke burger, om dat serieus te gaan nemen. Maar het is belangrijk, het is een belangrijke jurisprudentie. En die geslagen is. En voor ons is het belangrijk om hierop verder te bouwen. Ja, de president kan dus in het vervolg niet zomaar roepen van u komt aan mijn goede naam. Terwijl burgers eigenlijk toch vanuit hun grondrecht een mening hebben over de president. En of het hem zint of niet. Maar hij kan dus niet meer in de openbaarheid dreigen
met rechtszaken en beknotten van de mensen in het doen van uitlatingen. Ja, dus kijk, dus dat zegt de Nederlandse voorzieningenrechter. Ja. En het is geen Surinaamse uitspraak geweest, maar omdat het jurisprudentie is. Maar het is belangrijk dat in welke samenleving je ook leeft, dat de burger die zo'n vonnis horen en lezen, dat ze weten wat hiermee wordt bedoeld. En we zijn blij dat eigenlijk de rechter het niet op zich baseert. Maar hij verwijst eigenlijk naar internationale rechtsdocumenten, waar wordt aangegeven hoe de wereld nou in elkaar zit. En bij ons is het in de tweede plaats natuurlijk ook die bewustwording die voor ons belangrijk is met deze uitspraak. Dat wanneer het gaat om maatschappelijke vraagstukken, dat moet echt onderstreept worden, want je kan ook niet zomaar iemand, ook al is hij een publieke persoon, schofferen of bedreigen. Maar wanneer het gaat om het maatschappelijk belang, dat de vrije meningsuiting, dat het debat van die samenleving, dat daar, zoals de rechter het zegt, heel weinig ruimte is om die vrije meningsuiting te beknotten of te belemmeren. Dus ik denk dat die bewustwording met dit vonnis van de voorzieningenrechter in die mate belangrijk is, dat er ook bewustwording komt naar die samenleving, dat zij zich niet moeten laten beknotten in hun vrije meningsuiting. Er zijn nog meer aspecten die als op vraag van u kan belichten, maar het vonnis heeft een aantal belangrijke aspecten blootgelegd die voor ons van belang zijn. Ja. Eén, die rol dat die overheid hier goed noten van neemt, maar ook de justitie in Suriname, want dit is belangrijk, die jurisprudentie is belangrijk voor de rechtsontwikkeling in het land. Een derde is een bewustwording naar die samenleving dat wanneer dat ze recht hebben om gebruik te maken van dit grondrecht. En de rechter zegt ook erbij van, er is weinig ruimte om deze vrijheid van de burger te beperken. En hij zegt erbij waarom. En hij zegt, het is een maatschappelijk vraagstuk. Dus in dit geval gaat het om een boek waarvan werd gevraagd dat die verboden werd en in de schappen werd gehaald in Nederland. En de rechter zei van, maar dat kan gewoon niet. Je bent een publieke persoon. En hij verwijst naar die rechtsdocumenten, die internationale rechtsdocumenten, de uitspraken van de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. En je kan erbij voegen de Amerikaanse voor de Rechten van de Mens en ook de Mensenrechtencommissie van de Organisatie voor Amerikaanse Staten. En allemaal hebben insluitend antwoord en eigenlijk amendement in hun documenten dat politieke personen en met name presidenten, ministers en dat soort dingen, machtsinstantie, dat zij willens en wetens, zo staat het letterlijk in het vonnis, ja, dat zij willens en wetens zich blootstellen aan om hun handelingen en hun daden en de dingen die zij zeggen aan een nader onderzoek te laten onderwerpen door journalisten en door het grote publiek. En hij zegt erbij, de rechter zegt erbij, dat er dus geen ruimte is eigenlijk om die vrije meningsuiting te beknotten. Dus voor ons is dat in die mate belangrijk dat die gemeenschap bewust wordt gemaakt van wat dit betekent voor de vrije meningsuiting en dat daarmee niet gesteld kan worden. En de voorzieningenrechter die legt ook goed uit dat dit een grondrecht is van burgers. En dat met dit recht het debat, het maatschappelijk debat in een democratie, het recht van mensen, dat hoger staat, of dat is niet hoger, het weegt zwaarder dan eigenlijk het persoonlijk belang van een politieke figuur. Dus er zijn een aantal dingen die ervoor moeten gaan zorgen dat deze jurisprudentie gaat leiden tot rechtsontwikkeling in Suriname. En dat eigenlijk instanties, en dat gaan wij zeker doen als beroepsvereniging van journalisten, dat wij voor gaan buiken en gaan vragen dat van, kijk, met deze jurisprudentie en met die internationale rechtsdocumenten, is het nou echt tijd om die defamations, die of Nulkorf artikelen in de wet, ja, vooral is het wetboek van strafvordering, want je kan onmogelijk de mening van een burger kan je onmogelijk beoordelen met strafrecht. Dus tenminste uit het wetboek van strafvordering zouden zulke
defamations of nulkorfwetten geschrapt moeten worden. Ja. En dat proces hebben we al gestart. Maar met dit vonnis is er een belangrijke jurisprudentie die kan zorgen voor rechtsontwikkeling in Suriname. Ja. Gaat u daar kort geding beginnen? Gaat u binnenkort over deze kwestie inderdaad ook met het vonnis van de rechter in Rotterdam? Over dus die muilkorfwetten en dat soort zaken ook een zaak beginnen? Ja, we zijn eigenlijk al begonnen. We zijn een tijdje al begonnen om een dossier samen te stellen. Want we hebben vaker, kijkt u, in 2013 zijn we begonnen hiermee. Eigenlijk daarvoor al hoor, maar in 2013 zijn we officieel begonnen. Ja. Er is een onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld defamations in de voormalige koloniën. Ja. En dat is gedaan door het International Press Institute, door de Associatie van Caribische Medewerkers. Ja. Samen met ons als beroepsvereniging, de Surinaamse Vereniging van Journalisten. Ja. En we hebben toen gesprekken gevoerd met het parlement, met de regering, met de parlementaire en niet-parlementaire partijen, met een instantie die toen heette Democracy Unit of de universiteit, en we hebben gesproken met andere maatschappelijke groeperingen. En de rode draad, daar is een rapport voor gekomen, en de rode draad is eigenlijk dus dat die defamations verwijderd moeten worden uit tenminste het wetboek van strafvordering. En we hebben toen was meneer Santoki een oppositieleider, en we hebben toen ook met hem gesproken. En hij heeft toen aangegeven dat hij 100% voorstander is, en hij heeft gemotiveerd ook waarom hij voorstander is dat die defamations, die non-corfletter, uit het systeem worden gehaald. En het is natuurlijk verbazend dat juist hij nu gebruik maakt van deze muilkorfwetten om zichzelf te verschonen als er kritiek op hem wordt geleverd. En dat rapport hebben wij. We hebben zijn motivatie ook in het rapport opgenomen. Dus we zijn toen al begonnen. Het heeft een beetje stilgelegen, maar we zijn voortgegaan. We hebben in 2023 hebben wij een lezing gehouden. En waar het bleek dat bij deze huidige regering we in één jaar 17 gevallen geregistreerd hebben, zijn er meer. Ja. 17 gevallen hebben gehad waar mensen zijn opgepakt omdat ze gebruik hebben gemaakt van hun meningsuiting. En ze zijn opgepakt en er is geen rechter aan te passen komen. Dus er zijn nog een paar aantal dingen in dit vonnis van de voorzieningen rechter, bijvoorbeeld dat een rechter aan te passen moet komen. En dat niet een overheid of een regering of een president kan zeggen je moet dat doen. Het is de rechter zoals het altijd al heeft gestaan in de internationale verdragen. Het is eigenlijk bij alle verdragen is het artikel 19. En ook in de Surinaamse grondwet is het artikel 19 van die vrije meningsuiting en hoe dat in elkaar zit. Ja, en bij de rechtsontwikkeling in 2012 hebben dus die internationale organisatie, de gerechtshoven, mensenrechtenhoven, hebben dus een enorme rechtsontwikkeling aangegeven, waar ze zeggen van kijk, het recht van meningsuiting weegt zwaarder dan het persoonlijk belang van politici, machtsinstanties en dat soort dingen. Ja. En en ze hebben toen aangegeven, dus dat overheden, politiek en zo, gebruik moet maken van moderne, burgervriendelijke wetten om dit aan te pakken en dus niet met die oude wetgeving. En kijk, ik zeg ook in het artikel dat ik heb geschreven van waar beroep onze president zich op? En het is precies die oude koloniale wetten en ook de auteursrechtenwet van 1913. En dat zijn nou precies die oude wetten die niet zijn meegegaan met de rechtsontwikkeling die wij graag zien verdwijnen uit ons rechtssysteem. En, en een ander aspect hier, meneer Carteraan, is bijvoorbeeld, waarom is het belangrijk dat ze verdwijnen? Maar ook, als ze niet verdwijnen, welke impact heeft het op die samenleving? Kijk, in dit geval, het onderhavige geval van het boek van meneer Van den Berg, heeft de president gezegd, en dat zijn rechten, persoonlijke rechten en zijn portretrecht worden geschonden. Hij heeft willekeurig, want er zijn meerdere media die
dat bericht hebben gemaakt. Maar hij heeft willekeurig naar één een medium. Ja. En twee, naar de uitgeverij van het boek of de boekhandel die het boek in Suriname verkoopt, heeft hij informaties gestuurd. Nou, de boekhandel, die wat ons betreft is met dit zeker, met dit vonnis, is heel voorbarig geweest om het boek uit de schappen te halen. Ja. En we zien dat de voorzieningenrechter in Nederland zegt van absoluut niet. Ja. Ja. Daar wordt een maatschappelijk vraagstuk aan de orde gesteld. Ja. Dat boek gaat niet uit de handel. Dus, en het signaal eigenlijk dat wordt gegeven door die handeling van die boekhandel is heel slecht voor de maatschappij, voor de samenleving. Ja. Want dan ligt erop van wanneer een machtsinstantie of een politieke machtsinstantie gesproken heeft, dat voilà is. En, dat is, en met het vonnis wordt het absoluut ontkracht. Dus eigenlijk heeft die boekhandel eigenlijk een heel verkeerd signaal gegeven aan de samenleving. Dat, de president heeft gesproken, dus je moet het boek uit de schappen halen. Verbaast dat u? Het heeft mij toen verbaasd al dat het gebeurde. Maar het kan gewoon niet. Dat ook al wie het is, ook al is het de president, dat die niet kan met een sommatie kan zeggen dat het boek moet uit de handel gaan. Ja. Dat kan absoluut niet. Ja. Gelukkig zien we het tegenovergestelde ook gebeuren in deze kwestie. Dus aan de ene kant, die boekhandel, die slaat om. Ja. En ik zeg in mijn artikel, als een makkelijk lammetje laat hij zich leiden en haal het boek van de schappen. Ja. En dat is een heel verkeerd signaal impact in de samenleving. Ja. Maar gelukkig zien we ook de andere kant. De waarheid. Ook een medium, dat is de waarheid, is gesommeerd. En die zegt terecht aan de president, van meneer de president, wij gaan niks corrigeren. Ja. Als u zich beknot voelt, geschoffeerd of beledigd of uw portret is aangetast, gaat u naar de rechter. Ja. Ja. Het gevolg daarvan is geweest dat de advocaat, onder de hele commotie, de advocaat van de president zich van die zaak heeft teruggetrokken. En de president heeft in Suriname ook geen rechtszaak aanhangig gemaakt. Want hier, met zeker in de waarheid, heeft ervoor gezorgd dat wij gaan niet aan de rechter, dan moet het bij de rechter, wij gaan niet weghalen of corrigeren. Of een, laat de president maar doen, hè? Laat die naar de rechter gaan. Ga naar de rechter. Ja. De boekhandel, FACO, had hetzelfde moeten doen. Om te zeggen van meneer de president, u mag zich in uw portret terecht of in uw rechter aangetast voelen. Ja. Maar dat is niet de weg. U moet naar de rechter gaan. Kijk dit, meneer Kateram. De weg naar de rechter is de enige weg die bewandeld moet worden. Want we leven in een democratie waar er drie machten zijn. En de rechter gaat beslist over deze dingen. En wat in het vonnis van de voorzieningenrechter ook duidelijk is, is dat de rechter uitmaakt wat gewicht is van het maatschappelijk belang. Precies. Ja. En niet de politiek. Dus we kunnen zoveel debatteren op televisie, radio, in de kranten, in de maatschappij. Het is goed, zoals de rechter zegt, het is goed voor het debat. Ja. Maar het is de rechter die uiteindelijk beslist. Of het oorbaar is of niet oorbaar. Achtergrond, tegen welke achtergrond, en in dit geval is het een maatschappelijk belangrijk achtergrond dat heet corruptie. Er wordt gesproken over corruptie. En de rechter vindt het een maatschappelijk issue dat leeft in de wereld en waarover de samenlevingen hun recht hebben om daarover te praten. Omdat het speelt. En hij zegt erbij in het vonnis. De president moet gedogen. Ja. Let u goed op, ik weet niet of u het gelezen hebt, de letterlijke woorden. Ja. De president moet gedogen dat zijn portret op of in een boek gebruikt wordt dat te maken heeft met corruptie. Waarom? De president zit in het systeem van beleid maken, corruptie tegengaan. En als in die samenleving, in het beleid, door de samenleving, in het geval de boekschrijver wordt ervaren dat er een zekere mate van corruptie aanwezig is, dan mag die samenleving daarover haar mening geven. Dan mag die samenleving daarover het debat voeren. En de rechter zegt van, omdat jij als president, eigenlijk ben jij de
jij moet garanderen dat dat niet plaatsvindt, die corruptie. Ja. En ze zegt erbij ook, meneer de president is niet beschuldigd van corruptie in het boek. Het is in een kader van corruptie geplaatst waar het maatschappelijk belang zwaarder weegt. Dus meneer Kateram, dat vonnis zegt heel veel dingen. En die ervoor moeten zorgen dat er echt wel een niet een zekere mate, maar een echte mate, 100% mate van de rechtsontwikkeling plaatsvindt in Suriname. We kunnen nog heel veel zeggen over het vonnis. Als je het integraal leest, ik kan het voor je, ik heb het een aantal keren bestudeerd. Dus op basis van uw vragen kan ik erop ingaan. Maar belangrijk is dat die rechtsontwikkeling moet komen. Ja. Die gemeenschap. Maar wat mij verbaast, als we dat vonnis zo lezen, hè, en zeg maar de onderbouwing van de rechter om te komen tot het oordeel, dan kom ik in de verleiding om toch wel vast te stellen dat de president toch wel heel primitief aan het werk is gegaan. Primitief bedoel ik dat hij dus zijn onderbuik heeft laten spreken, niet zijn verstand. Maar dat ook zijn omgeving waarschijnlijk een hoge mate van tekortkomingen hebben van wet en regelgeving. Maar ook wat zich op het punt van het debat, hè, aan mening en visie is, internationaal, als het gaat om de vrije meningsvorming. Dat komt wat mij betreft sterk tot uitdrukking. En mijn vraag aan u is, hoe kan het dat een president die toch op een, nou ja, toch de hoogste het gezag uitoefent in het land, zo primair reageert en uiteindelijk onzorgvuldig uiteindelijk een aanval inzet op in dit geval meneer Van den Berg, maar ook op anderen die het vrije woord gebruiken om hun reactie te geven op, zoals zij het beleid ervaren van deze president. Ja, weet u, als ik de hele zaak bekijk, ja, dan vraag ik me af, als de adviseurs van de president één, of ondeskundig zijn, of willens en wetens meewerken om de president te bewieroken. Want eigenlijk was het van tevoren al duidelijk dat dit op niks zou uitlopen. Maar we zien ook het effect ervan. Want in plaats van de president is eigenlijk ervoor gezorgd dat het boek in elk geval digitaal enorm viraal is gegaan. Ja. En niemand kende het boek eigenlijk. Ja. Totdat de president zich ermee ging bemoeien. En het ging viraal. Iedereen begon het te lezen. Mensen gingen op Facebook ermee. Het ging gewoon viraal. Als het nou eerst dat het misschien een bepaalde dingen zijn ontkracht of zo, maar het ging helemaal viraal. Dat is één. Twee, de president die, ik denk dat er iets mis is in zijn beeldvorming van hoe invulling moet geven aan die hoge functie, die positie van president. Laten we teruggaan naar het vonnis. Het gaat niet om meneer Santokki. Het gaat om de invulling van het vonnis. De persoon die de functie invult van president, die is er verkeerd mee omgegaan. En dat is in dit geval natuurlijk de heer Santokki. En ik denk dat hij zich moet gaan beraden erover. Maar het gaat dus niet om de persoon. Want de rechter zegt van, het belang van die persoon en die functie, die zijn eigenlijk niet ondergeschikt. Maar het belang van de meningsuiting zwaarder. Dus ik denk dat er bij de overheid, de Surinaamse regering, de president in deze zeker weten, maar bij meneer Santokki, een heroriëntatie moet plaatsvinden over welke functie vul ik nou in. Want het gaat niet om mij als persoon. Ik kan me niet laten bewieroken. Ik kan me niet hoger achten dan anderen in de samenleving. Want dat zeggen inderdaad ook die Nulkorfwetten. Ja. Die Nulkorfwetten die zijn toen in de koloniale periode gemaakt. Ja. Om het koningshuis te beschermen. Je mag geen kritiek hebben. Het was eigenlijk de samenleving, werd aangesproken met onderdanen. Ja. Snap je? Ja. Met onderdanen. En het koningshuis, het gaat niet om één koningshuis, het gaat om de monarchie in de wereld, die stond hoger. Ja. Die waren betere mensen. Maar wel even, wat OAS, de Europese
Hoven, OAS, Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens, en ook het burgerlijk, de BIPO, de burgerlijk, het Verdrag van Burgerlijke en Politieke Rechten, die zegt, we leven in een heel andere tijd. Ja, een andere wereld met andere gezagsverhoudingen. Ja. De president en de minister, allemaal zijn even goed burgers van het land. Ja, ja. Maar goed, de president beroept zich steeds op het instituut van de president. Dat horen we steeds. Ja, toch? Ook gezegd in het parlement. Het instituut van de president. Maar die moderne wereld draait daar niet meer om. Ja. Als we praten over het instituut van de president, wordt ingevuld door een burger die het instituut. De nieuwe wereld waarin we leven, die praat over burgers in een vooruitgeschoven positie, kan je zeggen. En in onze gedragingen, in onze dagelijkse omgaan, dan ga je natuurlijk met een beetje ega's om, met meer, iets meer ega's om. Maar het wil geen zin zeggen dat die persoon, die burger, hoger staat. Alle burgers, en dat zeggen de hoven in 2012 in hun amendementen. Ja. En ik ben zo blij met de Sataram dat... Ja. De voorzieningenrechter uitdrukkelijk verwijst naar die periode 2012 waarin die hoven bij elkaar zijn gekomen. OAS, Amerikaanse, allemaal bij ons mensenrechtenorganisaties bij elkaar zijn gekomen en zeggen van hey, dit mag niet meer. Het gaat erom dat alle burgers gelijk zijn. En dat het de overheden zijn die die garantie moeten geven en die bescherming dat het recht van meningsuiting hoog wordt geacht en dat wordt beleefd door die samenleving. Want als u, ik weet niet, als u bekend bent met een kaart van de VN, de Verenigde Naties, hoe die democratie beschrijven, dan er zijn daar 8 tot 9 voorwaarden van democratiebelevenis. Ja. En een van die voorwaarden is vrije meningsuiting, media, persvrijheid. Ja. Daar zonder kan je niet spreken van een volwaardige democratie. Ja. En dat zijn er 9 dingen. Dat zijn verkiezingen, maatschappelijke organisatie, de reformen, media en dat soort dingen. Dus, en daarom dat de voorzieningenrechter uitdrukkelijk vertaald naar verwijst. Maar ik ben ook blij dat ze zegt van luister, eigenlijk zegt zij eigenlijk, dit is geen moeilijke kwestie. Want er is geen ruimte om die vrijheid van meningsuiting te beperken in bij maatschappelijke vraagstukken. Ja, maar tussen de oren van de president begrijp ik dat er een misvatting is over zijn rol als president. Dat is duidelijk. Ja, en dat door die misvatting, ik heb bij het begin gezegd, hij waant zich God in Suriname, hè, dat hij dus boven allen staat en zich verheft tot een instituut, waarbij dus de mensen die, nou ja, de burgers zijn onderdanen zijn. En nou ja, hij vraagt nog net niet dat ze kruipend naar hem toe komen en dan die buiging voor hem maken. Maar heeft wel een minwaardige kijk op mensen en maatschappij. Ik ga iets zeggen hoor. Ja. Ik vind het altijd raar dat in Suriname, overal waar de president is of iets gaat doen, de aanwezigen moeten opstaan. Ja. Ik vind het heel raar. Dat zie je nergens. In Amerika zie je dat niet. Ik zit in de Tweede Kamer niet. Maar in Suriname en zo'n klein land, zo'n kleine bevolking. Ja. Overal waar de president en vicepresident komen, moeten de aanwezigen opstaan. Ja. Het is uit de tijd. Maar dat geeft ook die beeldvorming aan. Ja. Hoe zij denken over die functie. Ja. Ik zei in het begin al van, hij beroept zich op oude wetgeving die dat in stand houden. En daarom is voor ons dit vonnis, deze jurisprudentie, zo belangrijk. Ja. Het is ongehoord. En we dagelijks horen wij ministers en president klagen over dat mensen hun mening geven. Het is toch ongehoord dat in Suriname een burger wordt gevonnist omdat hij een minister is uitgemaakt voor een fascist? Ja. Dat kan toch niet? Maar is daarmee ook gezegd dat niet alleen maar de president, maar het hele systeem eigenlijk vastgeroest is? Daar gaat het om. Dat bedoel ik met rechtsontwikkeling. Omdat het systeem is. Het gaat niet om die persoon van meneer Santokki. Ja. Het gaat bij ons om het systeem moet onder de loep genomen worden en er moet rechtsontwikkeling komen. Ja. En Suriname moet zich gewoon houden aan het feit dat we in een nieuwe wereld leven. Ja. Dat we niet meer in de koloniale periode leven. Hoe kan je gebruik maken van een wet van 1913? Ja. Waarin nog onder andere staat aangegeven dat 10 jaar na jouw dood
je nog toestemming moet vragen van jouw nabestaanden om jouw portret te gebruiken. Dat is toch zo... Het is toch zo uit de tijd, uit die wereld. Ik zei net dat de president mogelijk vanuit zijn onderbuik redeneert. Misschien moet ik, dat corrigeren en zeggen dat die president nog altijd denkt vanuit koloniale conventies. Laat me voorzichtig zeggen, hij denkt inderdaad vanuit koloniale conventies. Maar iemand vanuit zijn eigen invloedssfeer, dat is meneer een wetenschapper die in Nederland toevallig woont. Ja. En iemand uit zijn eigen cultuur, uit zijn eigen... Iemand die op hem lijkt, wilt u zeggen? Ja, ik gebruik liever dat niet. Ik gebruik liever iemand uit zijn cultuur. Ja, ja. Want dat op hem lijken is zo negatief, vind ik. Ja, maar nee, maar dat geeft duidelijk context waar je... Ja, maar ik kan niet te veel van die uitspraak. Ja. Maar iemand uit zijn cultuur... Ja. Zo'n demografische afstanden, die ik goed kan begrijpen, die geeft aan dat binnen die cultuur, binnen die patroon, die ontwikkeling, het vaak zo is dat een leider bewierookt moet worden. Ja. Weet je? Ja. En een bewierookt moet worden. En ik denk dat hij te veel waarschijnlijk zich daarin leeft. Ja. En dat zie je ook als een entourage. Ja. Ook aan de patronage die voorkomt. Een patronage is niet iets van die cultuur, maar we kennen patronage in Suriname altijd al. Ja. Maar je ziet het wel duidelijk aan die patronage die in stand wordt gehouden en aan het bewieroken van een leider. Hij wil als het ware verafgod worden, hè? Je bedoelt vanuit zijn cultuur. Dat zegt die professor, professor inderdaad ook met die woorden. Maar het is gek, hè? Meneer Santoki komt uit een stroming binnen het hindoeïsme. Die toch wel juist zich verzet heeft tegen toch wel dat klassensysteem, waarbij groepen zich meer achten dan anderen, zich laten bewieroken en neerkijken op mensen die daaronder staan. Uit die denominatie stamt in dat hij toch... Dat weet ik, maar in de praktijk blijkt toch anders, hoor. Ja. In de praktijk blijkt toch anders. Is hij hypocriet op dat punt? Is hij hypocriet? Dat woord gebruik ik in mijn analyse ook. Ja. Weet je, dat is eigenlijk een hypocrisie, want je zegt het ene, maar doet het andere. Ja. En ja. Ik denk dat men daar goed nota van moet nemen. Ja. Ja, maar goed, het instituut van president, zoals hij dat dat propageert, dat strijdt met de democratische beginselen vanuit de Republiek Suriname is opgezet, toch? Absoluut wel, absoluut wel. En ik denk dat we dat gewoon moeten gaan veranderen. En ik denk dat er ook wat de andere politieke organisaties, functies en partijen betreft, dat daar een reflectie op moet komen, hoor. Dat we moeten eigenlijk anders omgaan met dit soort met vrijheden. Ja. De vrijheden van de burgers staan boven, eigenlijk, als het gaat om de maatschappij, om de democratiebelevenis, staan de vrijheden van de burgers absoluut bovenop. Ja, maar de vonnissen die nu er staan, hè, door de rechter uitgesproken op Surinamers, die politici toch, in een bepaalde klassificatie hebben geprobeerd te duiden. Dan kom ik niet op het woord. Het gaat om mensen met een bepaald psychiatrisch probleem. Waarbij iemand uiteindelijk probeert te duiden van die man leidt aan dat syndroom. En dat hij daarop uiteindelijk gevonnis wordt. Moet zo'n vonnis niet herzien worden? Kijk, als wanneer je bij rechtsontwikkeling dan... Zou je een nieuwe wet maken, dan is die wet niet terugwerkend, hè? Nee. Maar je zou bijvoorbeeld administratief zou je dus een herziening kunnen vragen van het vonnis. Maar het is nu wel in hoog tijd dat die rechtsontwikkeling komt en dat die wetten worden geschrapt. Ja. Weet je, en die wetten werken nooit terugwerkend in die zin, maar er moet een nieuwe periode aanbreken. En wat je zegt van die mensen die een... Kijk, er zijn mensen, er zijn vonnissen, er zijn juist weinig vonnissen geweest. Het gaat meer om het effect, hè. De president mag je niet tegenspreken. Of een machtsinstantie mag je niet tegenspreken. Je wordt dan opgehaald. Dus misschien heb je geen vonnis op je naam staan.
in sommige gevallen wel, dus je hebt een vonnis op je naam kan je krijgen, maar het gaat ook om die angstcultuur die je krijgt in die samenleving van als ik wat zeg, dan word ik opgehaald, dan word ik een week opgesloten. Ook al kom je na een week vrij, maar wie wil zijn gezin een week lang laten om in de gevangenis te zitten? Dus die angstcultuur van als ik mijn mond openmaak, word ik een paar dagen opgesloten, een week of iets langer, die had, niemand wil het ondergaan. En dat is een belangrijk aspect dat we moeten wegwerken. Want er komt geen rechtercommissaris bij kijken. De politie houdt je op, je wordt opgesloten en dan komt er van. Bijna leg ik op een gunst. Het blijkt bijna op een gunst dat je wordt vrijgelaten na een week. Dus dat soort tafereelen willen we niet meer hebben. Er moet afgaan worden op de vrijheden, op de burgervrijheden. Dat, zoals de rechter het zegt, dat die zwaarder wegen dan het persoonlijk belang van machtsinstantie en politieke figuren. Ja, kortom, er is voldoende, denk ik, toch wel internationaal, maar ook bij Nederland jurisprudentie, die toch het mogelijk moet maken om uiteindelijk ook vonnissen die uitgesproken zijn, om dat opnieuw te toetsen. En de mensen die gevonden zijn, om ze dus in dit geval te kwijten, te herstellen. Ja, ja. Weet je, wij gaan aan vast als beroepsgroep, gaan wij aan vast het dossier dat we samenstellen, gaan wij voorleggen aan het constitutioneel hof. En om die oude wetten en die muilkorven te toetsen. En we hopen dat we dus een heel deskundige constitutioneel hof hebben die op basis van dit soort jurisprudentie, maar ook op basis van wat de internationale hoven aangeven, een goed besluit kunnen nemen. Ja. Dus dat is één manier. En als ik denk dat ook bij het Hof van Justitie, dus bij de justitie zelf, als de rechterlijke macht, dat daar stemmen gaan opgaan om te gaan kijken naar hoe kunnen zij gaan doen aan de rechtsontwikkeling. Dus als zelfreflectie van wat moeten wij gaan doen met dit soort zaken als het gaat om onze wetgeving. En ik denk dat dat echt iets is voor het Hof van Justitie in Suriname als hoogste rechtsinstantie, als machtsinstantie, om zelf ook te gaan kijken van wat kunnen we doen aan rechtsontwikkeling. En het gaat niet alleen maar om dit grondrecht hoor. Er zijn een aantal dingen. Ik zit soms in de rechtszaal en dan zie ik dat de manier hoe wordt omgesprongen binnen de justitie met het, bijvoorbeeld voor arrest. Weet je, sommige mensen zitten misschien een jaar, twee, drie in voor arrest. En die internationale gerechtshoven, die maken duidelijk van, je mag van dat ding niet meer gebruik maken. Het lijkt op een voorschot op die straf die de persoon eventueel zal krijgen. En als die persoon geen straf krijgt, heeft de persoon dat al die tijd zomaar in het gevangen gezeten. En die internationale hoven geven bijvoorbeeld aan, er moeten duidelijke criteria zijn waarin je iemand zo lang in voor, of waarvoor voor arrest dient. Dus er zijn verschillende aspecten binnen ons recht die behoefte hebben aan de rechtsontwikkeling. En het is te hopen dat het Hof van Justitie zelf, als het nou een symposium met juristen of internationale juristen of wat dan ook gaat kijken van we moeten ons rechtssysteem moeten we echt gaan ontwikkelen. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld, is het voorbeeld van wat pas is gebeurd. Ja. We kennen in het recht het begrip bijvoorbeeld op tegenspraak en bij verstek. Ja. Ik weet niet of u bekend bent daarmee. Verstek betekent je bent afwezig. Ja. Als persoon. Ja. Op tegenspraak betekent dus dat je afwezig bent, maar je wordt vertegenwoordigd. Ja. Nou, in ons rechtssysteem is altijd, ik ben geen jurist, maar je kan verschillende kanten opnemen. Een verstek betekent afwezig. Ja. En zoals ik het nou begreep, wil het niet zeggen dat je rechten worden ontnomen. Dus je rechten als burger. Je bent niet verplicht aanwezig te zijn. Ja. En als je afwezig bent, moet je laten vertegenwoordigen. Kan je laten vertegenwoordigen. Moet je vertegenwoordigen. Ja. Dat is op tegenspraak. Ja. Je kan pas je rechten verliezen als je niet vertegenwoordigd bent. Als je geen gehoor geeft, dan kan je rechten. Maar het moment dat je aanwezig bent, via een advocaat, gemachtigd,
dan is het geen verstek eigenlijk. Het is eigenlijk heet het een proces op tegenspraak. En we hebben zo lang het juist verkeerd, we hebben zo lang verkeerd gebruikt. Ja. En ja, nu zijn er een paar advocaten en juristen die zeggen van, hey, dat ding kan toch niet. En gelukkig heeft, met wat nuance zo, want ik ben geen jurist, ja, gelukkig heeft het constitutioneel hof daar een beetje verandering in gebracht. Ja. En zo zijn er een aantal zaken. Weet je, de Amerikaanse ambassade heeft elk jaar een rapport. En ik denk dat je een keertje een van die rapporten moet downloaden. Mm-hmm. En dan gaat u zien dat de Amerikaanse ambassade gaat in bijvoorbeeld op verschillende vraagstukken. En één daarvan is recht, justitie. Ja. En dan is er in elk jaar in het rapport van de Amerikaanse ambassade, wordt daarover geklaagd, wordt rapportage gedaan over hoe het zit met het rechtssysteem. Zeker als het gaat om de positie van gedetineerden, het gebruik maken van voorarrest. Er is geen voorziening in het Surinaamse wet dat je mensen in Engels heet het een bail-out. Ja, op de Nederlandse versie daarvan. Maar dat soort dingen ontbreken er. Ja. En dus op borg toch vrijkomen. Ja. Maar dat soort dingen ontbreken er. En zo zie je dat er eigenlijk in ons rechtssysteem heel veel dingen zijn. Ja. Die ondergeven zijn aan een echte. Ze moeten echt onder de loep worden genomen. Ja. En er moet rechtsontwikkeling komen. Maar goed, moet heel veel ook in beweging gebracht worden in die samenleving. Hè. Wat mij opviel, meneer Lewin, is toen dit akkefietje met het boek van meneer Van den Berg afspeelde en meneer Santoki behoorlijk erop los sloeg, dat hij naar het parlement ging in bijzijn van oppositie en coalitie, toch wel opriep tot een kruistocht tegen Van den Berg. En hij vond dat het instituut van president was beschaamd, hè, en dat was beledigd, en dat ze met vereende kracht zich zouden moeten verzetten tegen dat boek van Van den Berg. En dat ik op dat moment in het parlement toch nog van de linkerzijde, nog van de rechterzijde, nog van de oppositie, nog van de coalitie, een tegenstand heb gemerkt. Hè, dus van dat men de president toch wel om tegen een uitleg heeft gevraagd. Hè, een kritische beschouwing in het parlement over zijn uitlegging heb ik gemist. Dus, en dat is het huis van de democratie. Als daar men zo lammerig, slaafs en de president volgt op dat punt, ja. Wat moet je dan van de samenleving voor? Ja, het is bijna te begrijpen. Hè? Ja. De politiek blijft de politiek. Want meneer Santucci was ook in de positie van oppositie. Ja. En toen was hij al voorstander van het weghalen van die melkorfwet. We zien dat het anders is in de praktijk. Dus ik denk, meneer Katera, we moeten het hebben van maatschappelijke organisaties die in de democratie, die het haaltje van de democratie. En we moeten beuken op parlementariërs, individueel en ook als een fractie, dat zij hiervan, dat zij dit recht zetten. Dat zij zich kwijten van hun taak om het volk te vertegenwoordigen. Dat is niet kritisch genoeg, hè? Want ik had echt een kritische houding verwacht. Ja. Toen dit akkefietje zich daar in dat parlement geëtaleerd werd. Maar dat kwam er niet. En dan, je ziet, u zegt zelf, hè, er worden mensen opgepakt en opgesloten. Ja. En de samenleving, die gedoogt dat, slaafs. Ik zie geen weerstand in die samenleving. Nou, er zijn een paar critici. Ja. Er zijn in dit geval ook media. Want de media heeft zich danig verzet in deze kwestie. En de beroepsorganisatie van de journalisten heeft zich enorm verzet. Ja. Met een verklaring. Ja. En met artikelen, met columns en zo. Maar het is niet genoeg. En daarom zeg ik van, die bewustwording moet komen. We moeten nu dat dit heeft plaatsgevonden met die voorzieningenrechter, de vonnis, moet het worden aangegrepen door maatschappelijke groeperingen. En ik denk dat zeker de beroepsgroep daar niet stil van moet gaan zitten. En steeds moet gaan wezen en moet blijven wezen en bewust worden moet brengen van, hey, dit gaat om een grondrecht. En misschien moeten we ook gaan uitleggen wat een grondrecht is. Dat het niet te maken heeft met politiek. Het heeft niet te maken met welke kleur je hebt of hoe je eet of welke cultuur je hebt. Maar het een grondrecht te maken heeft met je mens zijn. Je kan er niks aan doen natuurlijk dat je praat. Je hebt het recht van praten. Alleen moet je wel rekening houden hoe je praat. Dat je niet mag bedreigen en dat soort dingen. Maar als het gaat om de maatschappij, het debat,
moet levendig worden gehouden. Je mag een president bespreken. Je mag. Dus het gaat niet om welke partij je bent en dat soort dingen, maar het gaat om jouw mens. Dus eigenlijk wil de voorzieningenrechter benadrukken dat je niets eraan kan doen dat je mens bent. Je mag praten. En dat zijn grondrechten die we de samenleving echt wel duidelijk moeten maken. En ook de politiek, maar ook de justitie. Want als de justitie nog afgaat op die verouderde muilkorf en defamations, dan is het... Ja, dat is het erg triest in onze democratie. Ja, en daarom is het belangrijk van de media, hè, zoals De Waarheid en andere kranten, dat ze toch wel meer informatie, voorlichting bieden aan het volk, wat nou precies hun grondrechten zijn. Precies. En dan moeten we misschien de individuele advocaten, juristen uitnodigen om te komen uitleggen, want die kunnen het uit hun discipline het best uitleggen. En dat doen we ook. Ja. En ik denk dat er meer actie daaromtrent moet komen. Ja, maar is er ook niet een moeten zitten. Het is niet genoeg. Ja. We moeten echt niet stilzitten. Ja. En dan moeten we ook bij de assemblee moeten we breken van parlementariërs. Je bent gekozen door het volk. Ja. En hun grondrechten, hun burgerrechten, die worden geschonden. Die worden vertrapt. Ja. Je moet dat verdedigen in het parlement. Ja, en u had het over het maatschappelijk middenveld, hè? Dan hebt u het over allerlei maatschappelijke organisaties. Nou heb je een orde van advocaten. Die hebben toch ook op dit punt een moreel verantwoordelijkheid. Op het punt van wet en recht. Hè? Ik heb de advocaat van de president gehoord, die toch wel, zonder enige vorm van chaîne, had ik de indruk, toch wel betoogde dat de president het recht heeft om inderdaad zich te verzetten en dus dat boek uit de relatie te halen en een zaak te beginnen tegen meneer Van den Berg. En op dat punt heb ik die orde van advocaten niet gehoord. Van hey, dat zeg je wel zo, maar er is nog iets van die, dus wat u zegt en wat wij zeggen, wat de rechter in Rotterdam zegt, van toch de vrijheid van meningsuiting. En dat is een grondrecht waar je toch van moet afblijven. Ja. Ja, ik moet toegeven dat maatschappelijke groepen nogal tekort schieten. Maar weet je, meneer Carteram, weet je waarvoor we moeten afstappen? Er is een tendens in die samenleving, hè, van als de politiek, als de machthebber gesproken heeft, dat je... Ja. Ik denk dat ook stil. Weet je, iemand zei laatst tegen mij, ik had het ook over iets bijvoorbeeld van administratief recht. Ja. En weet je, een professor zegt tegen mij van, man, we gaan daar over niks zeggen vanwege broodvrees, vanwege angst en dat soort dingen, rancune en zo. Dus u heeft gelijk. Er moet een doorbraak komen in de samenleving waar we als maatschappij, maatschappelijke groeperingen, die het hart zijn van de democratie, afstappen van die angst. Afstappen van broodvrees. En het komt ook die fragiele samenleving. Die samenleving is heel fragiel en klein. Dus als je iets zegt, en ik zeg voor mijn verantwoording, zeg ik gewoon alles. Ik heb geen broodvries, ik ben nog wel bij de freelancer. Maar ik denk dat we echt onafhankelijke burgers nodig hebben, die op basis van de issue, die op basis van wat gangbaar is, wat mag en wat niet mag, gewoon niet bang zijn om een mening te geven. Want als je een professor krijgt die over een bepaald issue de aangewezen persoon is om daarover iets te zeggen, maar het niet doet vanwege rancune en broodvrees, dan heeft hij helemaal gelijk, meneer Carteram, dat zit niet goed. En dus die bewustwording moet wel komen. Ja. Oké. Okay. Nou ja, er is een hoop te doen, hè? Maar goed, er ligt dus nu gelukkig jurisprudentie vanuit Nederland, waarop Suriname gebruik maken, kan buigen, om er recht te doen geschieden. En Surinamers moeten toch af van die mentaliteit. Hè? Ik heb de indruk dat de president heel erg geniet van het feit dat mensen hem bewieroken en dat ze zich onderdanig gedragen naar hem toe. Maar de burgers moeten een eigen waarde hebben van dat niet nodig is om zich minderwaardig neerbuigend op te stellen richting de president. Dus ophouden met... Ja? Weet u, meneer Carteram, ja? ik denk dat we als burgers onze visie ook moeten verbreden. Hoor. Dit wat hier gebeurt, telt voor hier. Want we komen hiermee nergens over de grenzen. Je moet maar kijken
naar op YouTube naar hoe het rechtsproces zich heeft voltrokken in de zaal in Rotterdam. Ja. Moet kijken. En eigenlijk, het leek erop eigenlijk alsof niet meneer Van der Berg en meneer Santuki, het leek erop alsof Suriname daar. Dus de schande die we kregen door dit soort dingen, ja. Het slaat heel diep. Want dan wordt aangehaald hoe corrupt Suriname is. Dan wordt aangehaald dat internationale indexen. Dus alleen maar om die advocaat van meneer Van der Berg, die is niet alleen meneer Van der Berg verdedigd, die heeft internationaal het recht op vrije meningsuiting verdedigd, maar heeft ook Suriname eigenlijk bloot. Dus eigenlijk als Surinamer schaam je als je kijkt naar hoe het proces zich in die rechtszaal heeft voltrokken. En mevrouw de rechter in Nederland is compleet niet gegaan met die advocaat. Maar ze waren op één lijn, omdat het simpel voor hen is. Dus we moeten misschien verder kijken dan ons neus lang is. Want het leek niet alsof meneer Santuki alleen daar zo zich moest verdedigen. Suriname was daar zo in de rechtszaal ter sprake, de indexen, de mate van corruptie. Hoe er wordt omgesprongen met het belang van de Suriname. Je moet echt kijken naar die YouTube-film waar die rechtszaal wordt uitgezonden. Ja. En een collega van mij schreef imago schade. Die imago schade is niet alleen voor meneer Santuki. Die imago schade hebben we allemaal als Surinamers door toedoen van deze ene president. Ja, reputatieschade zeggen ze. Hè? De heer Santuki ging behoorlijk van til. Toen, omdat hij vond dat zijn reputatie geschaad werd. En door zijn gedrag, door de manier waarop hij Suriname in deze zaak uiteindelijk heeft uitgedragen, heeft hij de reputatie van alle Surinamers geschaad. Ja, je moet echt kijken naar het filmpje. Het is een verslag van de zaal, ja. Een live reportage. Ja. En Suriname staat daar gewoon te schande over corruptie, over de oude wetgeving, over hoe wordt omgesprongen met rechten. En er wordt letterlijk gezegd, de burgers smacht naar antwoorden. De burger, terwijl de burger eigenlijk, maar die rechter is er compleet mee gegaan dat daarom juist de burger in Suriname recht heeft zich te uiten, zich te vrije meningsuiting. Dus het was een heel makkelijke, als je het zo bekijkt, was het een hele makkie. Omdat de zowel advocaat van meneer Van. En gelukkig zegt meneer Van den Berg ook ergens in een programma in Suriname, een radio-uitzending vanuit Nederland, zegt hij gelukkig ook van het vonnis is wel in zijn voordeel, maar er zijn verliezers, maar een absolute verliezer is Suriname. Klopt. En ik denk dat hij daarmee een heel gevoelige snaar heeft geraakt en de juiste staan. Want ja, de president heeft ons in een positie gemanoeuvreerd, waardoor je kijkt hoe internationaal gekeken wordt naar het land. Ja, heeft hij met dit gedrag, met wat nu gebeurd is, heeft hij eigenlijk ook zijn politieke doodvonnis getekend? Nou, ik wil niet zo ver zoeken, want ik denk dat hij de tendens in Suriname weer de context. Maar in elk geval zal het hem niet goed doen. Ja, dit zal parten spelen straks bij de verkiezingen en zijn imago, als er zijn leider van het land, is daarmee behoorlijk geschaad. Ja, nou we weten dat politieke personen wel heel veel erge dingen doen en als het erop neerkomt, en dat is één grote, ja, een groot probleem in Suriname, dan wordt gekeken naar patronage. Nou, wat is gebruikt, de uitspraak die op mij lijkt. Dus ik denk dat er een bewustwording moet komen op issues. En dat moet gaan veranderen in de samenleving. Want we hebben meer van dit soort gevallen gehad in het verleden. Ja. Waar politieke leiders het land te schande zetten. En toch vanuit vanaf komen. Ja. Nou heeft de kortgedingenrechter gezegd van ik behandel deze zaak en u kan rekenen op een uitspraak op 6 maart en 6 maart kwam een vonnis. En daarmee was dus de ontknoping van deze zaak.
Ja. Ik ga nu een brug maken, meneer Lewin, naar toch wel inderdaad het functioneren van de rechterlijke macht in Suriname. Waarbij zaken nu al geruime tijd onder de aandacht is gebracht van de zittende magistratuur, in dit geval het openbaar ministerie. Dan kan ik een riedel van zaken noemen, schandalen, die tot nu toe om een ontknoping vragen. Dan wil ik toch wel gaan naar het laatste schandaal. En dat heeft te maken met dat bouwproject. Men noemt dat Pan American schandaal in Suriname. Het Openbaar Ministerie heeft van de klokkenluider alle documenten gekregen die nodig zijn om tot een oordeel te komen. En die had beloofd, nadat er een demonstratie was van een groep Surinamers voor het gebouw van het Openbaar Ministerie, om te komen tot een knoping, lees duidelijkheid over die zaak, dat die vorige week met het resultaat van het onderzoek zou komen. En we leven nu weer op maandag 11 maart en nog steeds hebben we niet gehoord wat nou de uitkomst is van het onderzoek van die zaak bij het Openbaar Ministerie. Hoe serieus moeten we het Openbaar Ministerie nog nemen wanneer ze niet zeggen, niet doen wat ze beloven? Ja, weet u, meneer Kateram, die Panam case is zo uitgekoud in de samenleving, voor en tegenstanders. Ik denk wat hier is precies wat u zegt. We hebben een openbaar ministerie nodig die onafhankelijk van de politiek op tijd zich aan haar woord houdt. Ja. En de samenleving komt uitleggen wat haar juridische bevindingen zijn. Over de zaak. Maar het belangrijke is dat je moet wel heel eerlijk zijn als openbaar, als vervolgingsapparaat. Want je moet niet bij het ene geval door de vingers kijken of je ogen sluiten en bij het andere geval anders handelen. Dus, en dat merk je. En daardoor is het vertrouwen in het Openbaar Ministerie een beetje aan het dalen. Omdat bij de ene zeg je dat het wel zo is en bij de andere niet. Wat bedoelt u met de ene zeg je wel zo is en bij de andere niet? Er zijn een paar zaken. Nu maar een zaak van de EBF. Ja. Toch? De zaak van de EBS, de zaak van New Surfing, de zaak van SLM. Wat gebeurt er met die zaken? Ja. Dus niet maar de zaak van de centrale bank. Klopt. Toch? Dus als je moet in die maatschappij mogen er voor- en tegengevoelens zijn tegen een zaak. Maar als je als justitieapparaat, stuurapparaat, een induidig standpunt inneemt dat wanneer het daarom gaat, is dit het recht. Dan mogen er voor- en tegenstanders zijn. Maar de justitie zegt, dit is het recht. En dan ben je in alle gevallen, ben je kordaat bezig. Ja. Dan krijg je, want in die Panam kwestie, kijk, die klokkenleider, als journalist weet ik, elke klokkenleider heeft een belang. Ja. Er zijn vier hoofdbelangen bij een klokkenleider. Elke klokkenleider heeft een belang. Maar despite that, wat we nu nodig hebben is een openbaar ministerie die eerlijk komt zeggen van dit is aan de hand, maar ook niet alleen eerlijk, maar ook consequent. Want als je nu komt zeggen er is niets aan de hand, dan gaat die samenleving kijken naar andere zaken waar je anders hebt geoordeeld tegen dezelfde handelingen. Dus dat is ook belangrijk. En ze hebben gezegd, er zou vorige week het onderzoek zo op politioneel onderzoek zou worden afgerond. Ja. Je moet te wachten. We zitten nu weer een week verder. Dus dat zijn van die dingen die de samenleving eigenlijk uit haar voegen doen stijgen van wat gebeurt, waardoor eigenlijk je eigenlijk een beetje chaos en wanorde krijgt. En het vertrouwen in de politiek daalt, het vertrouwen in de justitie daalt. Dus je voelt al waar we naartoe gaan, hè? Dat ja. Die samenleving helemaal ontrust. Ja, die samenleving raakt natuurlijk ontmoedigd. Ongeduldig, maar voelt zich geschaad in vertrouwen dat men heeft in bepaalde instituties, in dit geval het Openbaar Ministerie. En dat men dus dat vertrouwen iedere keer ziet toch wel afnemen, omdat men niet doet wat men belooft. Wat is het obstakel, wat is voor het Openbaar Ministerie, meneer Lewin, dat men niet tot een resultaat kan komen? Is het dat men
geen lef heeft, niet durft. Zoals, omdat bepaalde belangen daarbij parten spelen. Of is de zaak zo ingewikkeld dat men niet tot een ontknoping kan komen? Ik denk niet dat de zaak ingewikkeld is. Ja. Ik denk dat we moeten zoeken in de andere zaken, in belangen. Ik zeg niet dat het Openbaar Ministerie belangen heeft. Ik zeg gewoon in het algemeen belangen. Ik zelf vind ik dat er te verwevenheid is tussen politiek en het Openbaar Ministerie. Dat is intussen vrij duidelijk. En ja. Maar dat schaadt de democratie toch? Wanneer politici uitspraken doen, ja, in de samenleving over zaken die bij de rechter zijn, is dat ongezond. Een minister geeft een hele persconferentie over die Panama-kwestie, de minister van Openbare Werken, ja, terwijl die zaak in onderzoek is bij het Openbaar Ministerie. Dat kan gewoon niet. Dat lijkt op beïnvloeding. Want als het Openbaar Ministerie nou precies jouw taal gaat spreken, gaan de mensen in de samenleving zeggen dat het Openbaar Ministerie de taal spreekt van de politiek. Ja. Dus jij moet je mond houden als politiek en hopen dat het Openbaar Ministerie jouw taal spreekt. Maar als je vooraf al begint te verdedigen en als het nou terecht of onterecht is, het Openbaar Ministerie diezelfde taal spreekt, gaan het vooral de tegenstander en critici zeggen dat de politiek en het Openbaar Ministerie met elkaar verweven zijn. Ja, te meer namen genoemd worden in deze case van de minister van Openbare Werken en de president, als ze zijn. En hij gaat een persconferentie, ja, houden op het parlement. Ja, ja, maar goed. Er is geen corrigerend instituut in het land. Die is er wel, maar die doet het niet. Hè? Dus er moest toch wel vanuit het parlement bijvoorbeeld de minister op het matje geroepen worden. Dat, ja. Toch? Maar dat gebeurt dus niet. Ik moet u gelijk geven. Het is beschamend. Maar onze instituten werken niet zoals, ja, ze moeten werken. Ja. Maar goed, blijft dus de case, hè? Het ligt bij het Openbaar Ministerie. En je kunt niet eindeloos alles verzwijgen en hopen dat het uiteindelijk met de mantel der liefde dan wel uiteindelijk, nou ja, overgaat, hè, verzwegen wordt. Er moet in deze zaken toch wel uiteindelijk recht geschieden. Maar daarom ligt het bij het Openbaar Ministerie. Staat is benadeeld, zegt de klokkenluider, voor $8 miljoen. Aan de andere kant zien we dat, operaties niet uitgevoerd kunnen worden omdat er apparaten die nodig zijn om een operatie zorgvuldig uit te kunnen voeren niet zijn. En 8000 wordt over de ballen gesmeten als we dat vooral van de klokkenluider mogen geloven. En er is geen reden om het verhaal niet te geloven. Dan moet toch het Openbaar Ministerie nu daad bij het woord voegen en zeggen van hier zit er een zaak in en ik wil overgaan tot vervolging. Ja, dus het wordt gezegd, het ligt bij het Openbaar Ministerie. Er is van alles gezegd in de samenleving. Ja. Er zijn zelfs mensen die niet mogen praten hebben over het woord de minister. Die zijn die belang, die een partij is die versproken wat niet kan. Het ligt bij het Openbaar Ministerie en die moet die heel gauw op een heel rechtvaardige manier een sleutel brengen in deze kwestie. Ja. En dat zijn heel veel zaken. Ja, al die zaken, SLM, Nuurtsurfen, HPSG. Ja. Maar ook deze recente zaak, dat ligt al daar. Dan heb ik nog niet over dat Sabaku-project, waar ook... Ook daarin. Ja, ja. Ik bedoel, kan het OM haar taak niet aan? Of is het inderdaad die verstrengeling van belangen? Dat in de democratie heeft men het over scheiding der machten. Maar dat hier totaal geen sprake is van scheiding der machten. Ik geloof dat het openbaar, dat in Suriname we een deskundige rechterlijke macht hebben. Maar ik denk dat de gevoeligheden van belangen, verstrengeling van belangen, dat ons partner speelt. Waardoor dat systeem verlamd raakt. Wat altijd al het probleem is. Instituten werken niet meer onafhankelijk en op zichzelf, waardoor je dus dit soort dingen krijgt. Ja, kortom, in dit geval worden
wordt het belang van de president en de minister van Openbare Werken en de minister van Financiën. Ja. Neemt u maar een gek voorbeeld. Ja. Wanneer bijvoorbeeld, bij de vorige regering is het ook al gebeurd, wanneer ons, hoe moet dat weer, die jaarlijkse rapport moet uitbrengen ja. over het financieel. Jaarverslagen, ja. Jaarverslag, hoe het instituut weer. De Rekenkamer. Wanneer de Rekenkamer. Ja. Door een wet wordt gebonden ja. in het parlement om niet onafhankelijk te zijn, dan weet je hoe dat het is. Ja. Terwijl we vroeger hebben we meneer Prade gehad, die is nou Welen, meneer ja. Prade gehad, ja. en die kwam naar het volk, die praat met de pers. Bij de vorige regering is er bijvoorbeeld een wet aangenomen die de Rekenkamer verbiedt om te communiceren. Te communiceren. Ja. Die moeten eerst bij het parlement terecht. En het parlement bij de politiek terecht. En de politiek gaat beoordelen wat wel en niet kan. Dus er moet onafhankelijkheid zijn. En we ja. hebben geen onafhankelijke instituten waar de checks en balance op de politiek alsmaar blijft wegvallen. Ja. Ja, dit zijn allemaal toch wel ontwikkelingen in het land die. Als je zo praat, lijkt het alsof je eigen land. Verkoop, hè? Maar het gaat niet om je land. Het gaat om hoe we moeten leven in een democratie. Ja. Weet je, het is een emotionaliteit als je gaat zeggen van ja, maar je zit in Kondri en als het nee. Want in die emotionaliteit raakt de hele samenleving achter in ontwikkeling, in democratiebelevenis. Dus gelukkig heb je een voorzieningenrechter. Op internationale basis aangeeft van zo wordt het wel hoor, Suriname. Ja, ja, en daar moet je het mee doen, punt. En daar moet je het mee doen. Ja. Kortom, die zaken liggen er. Vandaag zou op zijn minst toch wel een persbericht moeten komen van het Openbaar Ministerie. Met als verklaring, het is ons niet gelukt te voldoen aan onze belofte, maar we gaan het deze dagen doen. Dat was toch een stukje, dat had toch uit oogpunt van respect voor de bevolking, op zijn minst. Dus we hopen dat we hebben nog wat uren op de dag, dus we hopen dat het alsnog komt. Ja, 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 ja. Nou, laten we afwachten, oké. Okay. Ja. Maar denkt u, ik bedoel, u kent de zaak, hè, die Pan American Real Estate bouwprojectzaak. Als u dat zo overziet, vindt u inderdaad dat de staat geschaad is door de regering Santokki? In elk geval, ik heb zoiets als journalist, waar heb ik nooit een schuld of onschuld vraag op. Ik kijk naar de omstandigheden en ja. de feiten. Ja. En het is duidelijk dat er daar dingen hebben plaatsgevonden die verantwoord moeten worden. Mm-hmm. En er zijn verschillende manieren van verantwoording. Je ja. kan verantwoording hebben binnen een bestuurlijke, want ja. daar worden altijd fouten gemaakt. Ja. En je kan ook verantwoording hebben binnen een strafrecht. Ja. Nou, het Openbaar Ministerie is nou aan zet om ja. eerlijk te komen aangeven van op het bestuurlijk vlak zijn die fouten gemaakt. En binnen die fouten zijn er rechtspersonen of rechtsinstanties, personen, die zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie en geld hebben laten verdwijnen bijvoorbeeld. En dan komt het strafrecht. Maar daarvoor hebben we een goede Openbaar Ministerie nodig die ons kan uitleggen van er zijn bestuurlijke fouten gemaakt. En sommige bestuurlijke fouten zijn niet strafbaar, sommige wel, want het kan zijn dat je je functie als bestuurder hebt misbruikt om een beleidsbeslissing in jouw voordeel, en het wordt gedefinieerd als corruptie, ja. dat je dat hebt laten plaatsvinden. Nou, dus we moeten gewoon goede instituten hebben, en in dit geval het Openbaar Ministerie, die consequent hierin aangeeft wat wel kan en wat niet kan. Ja, en daar is het wachten op. Ja, en ik hoop dat het echt gaat gebeuren. Want het vertrouwen in onze rechtsstaat, vraag maar elke Surinamer, dat is aan het kleine. Ja. Heel minder aan het worden. Er zijn sommigen die toch wel voorspellen dat als dit zo lang door blijft gaan, tenminste als dat te lang door blijft gaan en dat er geen duidelijkheid komt, dat er kan ontaarden in burgerlijke ongehoorzaamheid in die samenleving. Mensen voelen zich bedrogen, mensen voelen zich niet serieus genomen.
En mensen gaan het hef in eigen hand nemen. Hebt u dat, laten we hopen dat het niet zo ver komt, maar als we de geschiedenis kijken in de wereld, is wanneer mensen zich niet meer beknut voelen in een democratische belevenis, ja, dat je burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar laten we hopen dat het niet zo ver komt. Ja. Want het is een kleine samenleving, ja, en het zou jammer zijn als we excessen krijgen zoals in het buitenland. Zo'n kleine, ja, maar, samenleving, het zou echt anders moeten. Maar hoe veerkrachtig moet de samenleving zijn? Dat, ik bedoel, hoeveel geduld kan die samenleving nog opbrengen om... Weet u, meneer Kantram, er is een uitspraak, hè, dat... de burger, de samenleving krijgt de politici die het verdient. Mm-hmm. Ik denk dat we ook de hand in eigen boezem moeten steken. Ja. Maatschappelijke groeperen moeten de samenleving, de burger gaan uitleggen waar het om gaat. En het is tijd dat de burger afstapt om te kijken naar wat u net noemde, wie lijkt op mij, naar, ja, patronage, ja, naar waar heb ik mijn eigen voordeel. Want wat er gebeurt in de politiek is een reflectie van hoe die samenleving is. Dat wil zeggen, zo zit die samenleving in elkaar. Ja. Want, ja, het zijn burgers uit die samenleving die niet politieke macht hebben en het verkeerd doen. Dat wil zeggen, het is een reflectie. Zo zit die samenleving in elkaar. Dat wil zeggen dat wanneer ik bij u op kantoor zit, ik het normaal vind als ik een paperclip in mijn zak stop. Zo zit die samenleving, want, en dat soort leiders kiezen we. Dus wanneer we als maatschap, als samenleving, gaan letten op dit soort dingen, dan gaan we ook beter letten hoe we leiders kiezen bij de verkiezingen. Dus wie daar zit nu en het verkeerd doen, is een reflectie van hoe die samenleving in elkaar zit. Daarom klopt die uitspraak, een samenleving krijgt de leiders die het verdient. Ja, maar die samenleving is daar zich niet van bewust. En het is inderdaad ook... moeten maatschappelijke groeperingen. Ja. Daarom moeten politieke organisaties... De wet op politieke organisaties moet herzien worden. U bent de vierde macht, hè? Ik ben voorzichtig met de vierde macht, hoor. Want het is de maatschappelijke organisaties zijn de vierde macht. Het is een symbool gegeven. Ja. Maatschappelijke organisaties zijn de vierde macht. Niet juridisch, dus de bestuurder, ja, maar de facto. Ja. Weet je, ja, het is een symbolisch gegeven. Ja. Want... Door hun maatschappelijke democratische belevenis kunnen ze mensen aanzetten. En ik denk dat we daarop moeten gaan focussen. Er zijn een paar organisaties, ik zie dat laatst een organisatie Passie is opgestaan. Een andere organisatie die zich gaat richten op hoe leiders te vormen. Ja. Er zijn een paar. Waarvoor we moeten waken is dat de politiek niet te veel invloed en steeds, ja, meer invloed. Invloed wint, ja, in maatschappelijke organisaties die moeten gaan zorgen voor die democratische, ja, belevenis. Meneer Kateraad, ik weet dat u altijd mij die vraag stelt, maar nogmaals, het is een proces in die samenleving. En u heeft gelijk, het moet ervan komen. Ja. En maatschappelijke groeperingen moeten gaan beter gaan letten waarvoor zij er zijn. Ja. Dat van let patronage, culturele, overmatige culturele belevenis. Het moet gaan om de maatschappelijke issues. En zo'n vonnis van de voorzieningenrechter, dat is iets waarvan de beroepsvereniging van journalisten, de media in zijn totaliteit, ja, dat is een boodschap naar hun, ja, dat zij hun taak niet moeten verzaken als maatschappelijke organisaties om die samenleving bewust te maken. Ja. Dus in dit geval ben ik aan bod als journalist, als beroepsvereniging, ben ik aan bod als media. Daar ligt mijn taak nu om die maatschappij bewust te maken van, ja, wat kan en wat niet kan. Ja. En als het gaat om bijvoorbeeld van Pan-Amerikaan, dan zijn daar misschien, moeten daar de andere maatschappelijke, maar iets zo is in die maatschappij, elke maatschappelijke groeperingen, ja, die de democratie uitmaakt, ja, de taak, nee, maar die, maar de pers heeft toch wel veel meer de taak van die klokkenluider, hè? Steeds allerlei ongeregeldheden, onoorbaarheid, misdragingen, dat aan de klok te hangen in de vorm, hè, dat, want anders, bedoel, kan het gevoel bij de burger uiteindelijk ontstaan
alsof de pers, net als de vakorganisaties en de kerkelijke organisaties, gecompromitteerd zijn door de politiek. En dat zou jammer zijn. Dat beeld moet er niet gaan ontstaan. Dat klopt helemaal. Iedereen moet zich gaan kweten naar zijn taak en naar zijn maatschappelijke positie. Ja. Oké, dan nog een laatste punt en dan stoppen we ermee, meneer Wilfred, Lewin. We zien de laatste tijd dat Suriname heel erg in de schijnwerper staat, hè. Als het gaat om cocaïnehandel, sommigen praten al over een narco-staat. En dat de dominantie van met name de drugscriminelen in Suriname toch wel de boventoon voeren. En men denkt dat inderdaad op dat punt ook criminaliteit op het hoogste niveau wellicht de reden is dat de drugscriminelen ook de ruimte krijgen om hun gang te kunnen gaan. Want als u ziet in wat voor hoeveelheden onderschept wordt, ja, dan is er u tegen te zeggen. In Spanje zo'n 8000 kilo. Onlangs in Nigeria een opslag gevonden om bij de 2500 kilo. En dan nota bene in een toestel van de staat Suriname, SLM. Lieve meneer Wilfred, bij de cockpit in een opslagruimte zo'n 500 à 600 kilo coke. Dat is toch zorgelijk? Het is absoluut zorgelijk. En weet je, we kunnen eigenlijk hierover ook kort zijn. Ja. Het gaat om het Openbaar Ministerie ook hier in een belangrijke taak. Hoe je moet omgaan. Weet je, we kunnen de samenleving blijven beschuldigen. Het ligt niet aan de samenlevende burger. Het ligt aan beleid. Kijk die maar naar de indexen. Ja. Kijk die maar naar de internationale indexen. Waar duidelijk wordt aangegeven dat vanuit dat er invloedssferen zijn vanuit de politiek die drugshandel die de hand boven het hoofd houden. En dus er is iets op hoger niveau gaande. En het is geen beschuldiging, ik noem ook geen namen. Ja. Maar het is duidelijk als je kijkt naar de verslagen, naar de indexen, dat we een narco-staat genoemd worden door het buitenland. Ja. Omdat omdat eigenlijk de grote bonzen invloed hebben op het circuit. Misschien doen ze persoonlijk niet mee, ik zeg misschien, maar ze hebben invloed. Of ze zijn er persoonlijk bij betrokken, of ze houden die drugscriminelen de handen boven het hoofd, of treffen voorzieningen en die drugscriminelen in gang kunnen gaan. En dat is heel erg. Dus ook daar moet de justitie, moet de justitie daarin een goede job gaan doen. Want we hebben geen antwoorden. Die dingen gebeuren. Ja. En als je zoveel drugs in een vliegtuig vindt van Paramaribo naar Amsterdam, dan is dat een teken aan de wand. Ja, toch? Ja, hoe bedoel je? Absoluut. Ja, ik bedoel dat het ergens in een met een boot vervoerd wordt naar Spanje. Dat het ergens in een opslagplaats gevonden wordt, Maar dat het helemaal in een cockpit, in de opslagruimte, door toevalligheden van de omstandigheden uiteindelijk ontdekt wordt, ja, dat slaat alles toe. Ja, het is heel erg. Ja. Dat betekent dus dat... Ik denk dat een drugscrimineel toegang zou moeten hebben tot de cockpit, dus, zonder dat daar een hoge bonds niet bij betrokken is. Dus op dat punt criminaliteit en drugscriminaliteit op het hoogste niveau. Maar dat zeggen de indexen ook. Ja. De Transparency International, een onafhankelijke instituut en waarom, die zeggen van, ja. En zo wordt Suriname ook beoordeeld in die indexen. Ja. Van hoge instanties, hoge overheidsambtenaren, die wel in een circuit betrokken zijn. Ja, en bedoel, de politiek blijft eindverantwoordelijk, hè? Dus meneer Santoki is eindverantwoordelijk. En onder zijn toezicht verantwoordelijkheid gebeurt dit allemaal, dus is hij debet aan een criminele organisatie. In elk geval, er is een regering. Ja. En ik weiger om mensen persoonlijk te beschuldigen, maar mensen moeten wel binnen hun macht. Een machtspositie de verantwoordelijkheid naar zich toe, de verantwoordelijkheid dragen. Ja.
Ja, maar hebt u hem gehoord op dit punt? Nee, ik heb hem niet gehoord. Ja. En misschien is het ook goed als de justitie zich hier uitlaat, de minister van Justitie en de politie en niet de president. Want hij kan er iets algemeen van zeggen over het drugsbeleid, want daar is de regering voor. Maar ik denk dat hij zich op een persoonlijke manier hierover moet gaan uitlaten, want dat doet hij wel vaak met andere zaken. En dat is niet de plek voor de president. Ik denk dat hij namens de regering en het parlement wel iets moet zeggen over het imago van Suriname als NACO-staat. Oké. Ten slotte, meneer Leeuwen. Er zijn heel wat lui die op dit moment, ik zal niet zeggen luizen, maar lui. Die toch wel op de lijst van opsporing staan, hè. En ik heb niet de indruk dat vrouw Justitia het Openbaar Ministerie in dit geval toch wel een haast bijzet om de mensen die op de lijst van opsporing staan, om deze mensen inderdaad te vinden. Nog de politiek, nog het Openbaar Ministerie heeft er haast bij. We merken er van weinig over van en we horen daar niets meer over. Dan heb ik het over Boutersen die gezocht wordt, die heeft voor het hazenpad gekozen. Meneer Dijksteel onlangs nog. En dan heb ik het over Bordeaux en meneer Hoefdraad, die allemaal toch wel door justitie gezocht worden. Ik bedoel, is de wereld zo een herbergplaats of opbergplaats geworden voor criminelen dat je ze niet meer kunt vinden? Of is het, eerder sprake van dat er geen wil aanwezig is om deze mensen weer inderdaad in de kraag te grijpen, op te pakken en op te sluiten? Dat is een goede vraag. Die indruk kregen we in sommige gevallen ook inderdaad. Hoor. Dat er dus niet veel gedaan wordt en dat het maar blauw gelaten wordt. Ja. Dat is, is wel een goede indruk die er ook is. Ja. Ja. Zeker in sommige gevallen. Ja, wat voor uitstraling heeft dat naar die samenleving toe, toch? Ook wel. Ja, misschien goede uitstraling natuurlijk, maar ja. Het is jammer genoeg wel zo. Ja, en ik zei net van als dit allemaal zo lang door blijft gaan, zal die onrust in die samenleving gaan aanzwellen. En dan moet men niet raar opkijken dat uiteindelijk het volk dan de straat op komt. Hè? Dus dat men Klopt. Dat je ontdaat in burgerlijke ongehoorzaamheid. Hoe die vorm gaat krijgen, dat weet ik niet. Maar dat zie je in vele, vele, vele landen waar dit soort van toch wel ontwikkelingen zich hebben voorgedaan, dat uiteindelijk het volk de straat op komt. Dus dat is eigenlijk het resultaat, ja. wanneer in de samenleving de checks en balances wegvallen en zo ontstaat anarchie. En dat is wat u ook noemt, dus die burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar ja. Het is inderdaad zo. Ja, oké. Okay. Nou ja, we wachten het af. En het, nogmaals, ik vond het wel geweldig, ik vond het vreemd dat de president inderdaad tamboureert op het instituut van de president, als het gaat om hemzelf. Maar als het gaat om het dragen van verantwoordelijkheid naar dat instituut, dan heb ik het over de narco-staat, lees die drugscriminaliteit, dat het instituut van de president dan zichzelf het zwijgen oplegt. Ja, precies. Klopt helemaal. Ja? Dus opmerkelijk, toch? Ja, heel opmerkelijk. En ik bedoel, de overheid zou wel wat van moeten zeggen. Ja. In wat het beleid is en de justitie zou wat van moeten zeggen, wat als het gaat om het bestrijden van die drugscriminaliteit. Ja. Ik ga u bedanken voor het gesprek. Ja, is een lang gesprek geworden. Ja, maar dat is in de regel hier altijd zo, dat weet u, want we gaan het niet afjassen. En we proberen zoveel mogelijk toch wel tijd te nemen om een goed gesprek te voeren. Ja. Het was mij een genoegen. Mijn dank is groot. Ja, graag gedaan. Goede uitleg, uiteenzetting. En laten we hopen dat het allemaal ten goede komt voor de toekomst van Suriname. Voor de toekomstige burgers, uw kindskinderen, dat die een beter Suriname daardoor zullen erven. Dat hopen we met z'n allen. En niet alleen hopen, maar dat we ook samen eraan gaan werken als Surinamers. Ja, bon. Dank en een mooie dag verder toegewenst. Je ook, meneer Kartram. Fijne dag. Eens gelijk. Meneer Wilfred Leeuwen, lieve mensen. Mijn jis din bhula doon tera pyaar dil se
wo din aakhri ho meri zindagi ka जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का ये आ